Ongemeen spannend was de uitgestelde bekendmaking van de Stadsprijs 2021. Maar liefst 274 inzendingen waren er, waaruit de uiteindelijk 95 kandidaten tevoorschijn kwamen. En daaruit koos de jury de 3 genomineerden Huis van Lydia, Joke Pesy en het Natuurhuis Almelo. Juryvoorzitter Marjolein Wessels lichtte de keuze van de jury toe en alle 3 kandidaten werden toegezongen door Trio 054. De opvatting van wat je allemaal doen kunt met de stier. En we gaan beginnen met Joke Pesy. Want Joke, je zei wel in het filmpje, ik doe het niet alleen, maar gebeurt er wel iets in Almelo waar je niet bij betrokken bent? Vanuit Stichting Almelo Promotie heb je bijgedragen aan heel veel Almeloze evenementen. Koningsdag, Fietsvierdaagse, Straattheater, Sinterklaasintocht, In Vrijheid en Denken, de Kerstmarkt. Kunnen we wel zeggen dat het mede aan Joke te danken is dat er in Almelo altijd wat te doen is? Ze heeft de Almeloze stijl, ze is een held, ze is een held. Joke Pesy, bezig Pesy, Joke Pesy. Misschien wint ze de Stadsprijs, ze is daarvoor genomineerd. Dan, het Huis van Lydia. Want sinds 2017 kunnen mensen terecht bij het Huis van Lydia. En initiatiefneemster Mijntje Haakmeester wil hier mensen nieuwe kansen bieden en nieuwe mogelijkheden aan het leven. Het is een plek waar je weer op adem kan komen. Waar mensen hun begeleiding aan de slag kunnen, waar ze werken aan hun eigen waarde en aan hun toekomst. En dat gebeurt op een echt Almeloze manier, met textiel. Kleding die we niet meer gebruiken of restmaterialen uit de textielindustrie worden gerecycled en gebruikt om nieuwe producten. Aan de rand van de Almeloze binnenstad is een groene oase ontstaan. In het Hagenpark kunnen kinderen spelen in het Doekpark. Daar groeien de groenten in de moestuin en daar kun je een kop koffie drinken of een vergadering houden in het paviljoen. Om zoiets neer te zetten met vrijwilligers heb je doorzettingsvermogen nodig. Want al in 2011 besloten 6 groenenverenigingen om de handen ineen te slaan om samen te werken aan een groene ontmoetingsplaats in de stad. Er is een prachtige plek gecreëerd en het wordt de komende jaren nog veel mooier. Biodiversiteit in Almelo is versterkt door de vergroening. En op die unieke groene locatie in het centrum kan een breed publiek kennis maken met de natuur. Aansprekende evenementen, de oogstmarkt, de nacht van de nacht. Heel educatief, maar vooral ook gewoon heel erg leuk voor jong en oud. Echt een blijvend cadeau voor de stad. Stichting Het Natuurhuis heeft een uitgangspunt. Samenwerken aan een groene stad. Werken aan milieu en ook aan duurzaamheid. Vanuit het Hagenpark, ja daar doen ze dat. De tweede prijs gaat naar een unieke persoonlijkheid. We hebben vanmiddag over haar gehoord. Een krachtige dame die heel veel mensen in Almelo kennen en die ook zelf heel veel mensen in Almelo kent. Die al meer dan 25 jaar ervoor zorgt dat er in Almelo altijd wat te doen is. Mevrouw Joke Pesy. We gaan iedereen noemen en huldigen, maar eerst de winnaar. De Stadsprijs 2021 gaat naar het Natuurhuis Almelo. Zeg voor een... Ik wens u heel veel succes en ik ga ook u een oorkonde uitreiken die hopelijk ook een mooie plek gaat krijgen. Het Natuurhuis heeft gewonnen. En nu? Ja, als je, hoe voelt dat? Hè? Hoe voelt zich de winnaar? Maar goed, dat is in principe, zijn het alle 3 winnaars. En ik denk alle vrijwilligers... Ploegen, alle vrijwilligers die genomineerd zijn, zijn winnaar. En dan moet er eentje dan met de prijs gaan strijken. Dat zijn wij dit jaar. En we zijn er hartstikke blij mee. Ja. Hartstikke blij. Ja. Wat ga je ermee doen? We gaan het dan een mooi project besteden. Educatief waarschijnlijk. En daar gaan we binnenkort eens in het bestuur over hebben. Van wat zou een mooie bestemming voor het geld zijn. Daar kunnen we Almelo mee verblijden. En onze vrijwilligers misschien. En een heleboel jeugd mee verblijden. Dus daar vinden we vast een goede bestemming voor.